Hey iedereen, Kobe van Replier. Ik start met een nieuwe reeks, mijn boekenreviews. Het is iets wat ik al langer wil doen. Ik lees graag, en vaak, en veel. En ik kom heel veel goede ideeën in deze boeken tegen. Ik zou het jammer vinden dat veel mensen nooit hiervan horen of nooit hiermee in contact komen. Daarom, in deze boekenreviewreeks, ga ik een aantal van mijn boeken die ik de afgelopen dagen, weken, maanden of zelfs jaren gelezen heb, met jullie bespreken. Waarom? Ik vind het belangrijk dat ik erbij vertel dat een boek in een bepaalde context heel invloedrijk kan zijn. Zo zijn er boeken die ik lees, die ik maar helemaal niets vind. En zijn er boeken die ik lees, die ik fantastisch vind. Ook al gaan soms 10.000 of 100.000 mensen net niet met die situatie akkoord. Er zijn boeken die fantastische reviews hebben, maar waarvan ik het gevoel heb, het zal wel. En boeken die geen reviews hebben en die mij gewoon omver blazen. Daarom zal ik in mijn boekenreviews niet zozeer focussen op de samenvatting aflezen of zin per zin citeren, maar zal ik wel focussen op welk moment ik het boek ben tegengekomen, wanneer en waarom ik het gelezen heb en wat ik ervan geleerd heb. En om daaruit een conclusie te trekken of het al dan niet aan te raden aan iemand of net af te raden. Alle links, samenvattingen, beschrijving, wat dan ook, vind je in de beschrijving hieronder. Dus like en subscribe voor meer boekenreviews. Ik heb hier achter mij een 20, 30-tal verzameld. En in de kamer hiernaast wachten nog 150 boeken. Maar dat is voor een volgende keer. Dus heel veel plezier met deze reeks. Laat mij weten wat je ervan vindt. Laat gewoon een comment na of contacteer mij op een andere manier. En als je ideeën hebt of boeken die ik zou moeten lezen of zou moeten bespreken, laat mij dan sowieso weten. Dank u wel. It's not how good you are. It's how good you want to be. Je ziet het nog aan de post-itjes die ik er heb ingekleefd. Het is van Paul Arden trouwens, een overleden reclameman. Ik denk dat binnen de reclamewereld is dit gewoon verplichte literatuur. Dus iedere student of iedereen die binnen, ik zal maar zeggen, de creatieve sector werkt of studeert, moet dit gewoon een keer gelezen hebben. Je kunt het al raden, wat ik leuk vind aan boeken is wanneer ze echt concreet zijn, concrete ideeën kort besproken. Ik wil niet zeggen dat ik niet graag lange boeken lees, maar dit zijn boeken die mij altijd, die gewoon meer liggen bij de, nauwer liggen aan de persoon die ik ben. Paul Arden beschrijft aan de hand van, ik denk een dertigtal hoofdstukjes, een paar kernideeën die hij in zijn jarenlange carrière in de creatieve sector of in de reclamewereld heeft overgehouden. Zoals bijvoorbeeld, have you noticed how the cleverest people at school are not those who make it in life? Ja, daarmee. Ja, zo'n dingen lees ik natuurlijk graag, ook omdat ik mij graag zelf wijs maak dat ik daaronder zou vallen. Maar stukjes zoals Don't Give a Speech, Give a Show, zie ik ook in andere boeken terugkomen. En het zijn gewoon leuke boekjes om een keer door te bladeren, om op een uur te lezen, waar je wel concrete dingen van leert, maar die vooral dienen als een soort van reminder. Dit soort boekjes vind ik ideaal om te lezen, om maandelijks of drie maandelijks eens een keer op te pikken, nog eens door te bladeren of andere boekjes in dezelfde reeks te lezen. En nog eens eraan te herinneren van, oké, het is een creatief proces. Zo deed hij dat, dit zijn zijn tips, dit kan ik daarvan leren. Het is niet dat als je morgen in een meeting zit, dat je ineens denkt, ah ja, Paul Arden zou dit doen. Maar het kan u zelf wel eens op de weg houden. Bijvoorbeeld, suppliers are only as good as you are. Dan met de subtitel, don't hand your work over to a supplier hoping that they will produce magic they want. Wat over het nut van een goede brief gaat, hè? Van een goede briefing. En dit kun je ook doortrekken als je ouder bent. Ik ben niet ouder, dus ik begeef mij op glad ijs. Maar je kunt niet van iemand verwachten dat zij ineens poef, magisch weten wat jij bedoelt, als je het niet duidelijk uitlegt. Zo zijn er heel wat lessen die hij vanuit zijn reclamewereld achtergrond deelt, maar die voor gigantisch veel mensen relevant zijn. Het is geen duur boekje. Ik zie hier vanachter £6 of €9 op staan. Ik denk dat je het zelfs goedkoper vindt dan dat. Leuk boekje. Leuk om door te lezen. Als ik het zie liggen, kijk ik er altijd een glimlach van. En ik lees er graag nog eens door.